uit Aanwonen, 22 kilometer hier vandaan. Wij hebben het technasium, daarom ga ik hier naar deze school. Je krijgt steeds 4 keer per jaar krijg je een probleem. En dan moet je dan op gaan lossen. En dan moet je voor onderzoek houden en dan ga je dat uitwerken. De bedoeling zou zijn gewoon even job op al het huiswerk doen en dan tijd voor jezelf. Maar ik meng het heel erg. Dan ben ik de hele dag huiswerk, met huiswerk bezig, maar ook met andere dingen. Op het internet, WhatsApp, Twitter en dat soort dingen. En ik ben zeg maar een beetje van het websites bouwen, programmeren. Daar ben ik nu heel erg mee bezig. Dat is gewoon heel veel klooien. En dan leer je vanzelf dingen. Een elastieke bal, die heb ik zelf gemaakt. Ben ik aardig lang mee bezig geweest. Als ik vrije tijd heb, ga ik basketballen. Dat vind ik ook leuk. Family Force 5, dat vind ik wel leuk. Beetje harde muziek. Survivors, apocalyptic, you won't survive this, you can't predict it. Maar dat is ook christelijk. Norma Jean, dat is ook een metal band. Die vooral geschreeuwen. Dat is ook christelijk. De meeste kinderen zijn ook, denk ik, christelijk. Dus dat is ook wel fijn. Dat vind ik erg fijn. Blijf me ook altijd fascineren over bijvoorbeeld als je een computer ziet of zo. Van hoe kan dit zijn gemaakt uit al die dingen wat nooit zo is geweest en zo. Elektriciteit en dingen. Het is altijd zo apart. Als je daar lang over nadenkt, dan zit je echt klem in je hoofd aan van hoe kan dat? Dat kan gewoon niet. Ik drum nog in mijn vrije tijd. Ja, ik heb nog drumles bedoel ik. En ik maak ook nog een radioprogramma voor de lokale omroep. De bezemkast. We hebben een heel assortiment aan bezems en tangen en blikken. Om schoon te maken als je corvée hebt of schone school. Dan moet je verplicht onder de pauze de hele aula regen maken. Samen met andere klasgenoten. Meer van het doen van de sportief kant. Van deze school heb je de Sport High School afdeling. En dat weten alle leraren. Dus die vinden het nooit zo erg als ik 5 minuten later les in kom. Kapster. Ik wil graag kapster worden. Maar ik zit praktijkonderwijs, dus het is wel erg moeilijk. Net had ik veilig op stage en dat houdt in dat je moet leren. Dat je werkkleding aan moet. En wat moet je doen als je niest en dat soort dingen. Ik denk, er zou maar iets van vakkenvullen zijn of zo. Als je het zeg maar, niet kan halen met wat je wil bereiken, kan je zeg maar, ook voor dat soort dingen kiezen. KBO MAVO, die niveau doe ik. Kader, leerweg of zo. Bij mij op school, dat ik naar de radio luister. We schrijven de stemmen van een paar volgende personen. De toonhoogte, dus hoog of laag. En de volume van de stem, dus hard of zacht. Of in het leger, of computersystemenbouwer, net als mijn vader worden. Die werkte ook bij onderzeeërs, in zijn eentje, tegen computers. Dat is best lastig. Dit is mijn favoriete plek, want ik hou van sporten. En gym is ook mijn lievelingsvak en je bent gewoon sportief bezig. En alles wat je hier doet, ik vind het gewoon leuk. Nou, dit is een plek waar ik vaak rook. Hier houden we pauze, zeg maar. Ja, dit vind ik de fijnste plek. Omdat je hier gewoon met je vrienden even kan praten, kletsen. En je mobiel gewoon lekker kloten. En ja. Thank you.
je werkt met hoge drukken en het is gevaarlijk. Het is niet zomaar wat dat koude meel, het is giftig. Ja, dat vind ik allemaal wel uitdagend ook wel een beetje, weet je wel. Dat vind ik wel fascinerend, dat alles gewoon logisch is. Dat gebeurt daar en dan is het, het is een logisch systeem. Een circulerend iets en het komt steeds weer terug en uiteindelijk creëer je gewoon kou. Ik zit meer aan de hakslagkant. Ik zit meer in de persen en hakslaars en combines. Ik ben hier, ik ben al hier 1 week. Dan ga ik weer 5 weken werken en dan ben ik hier weer 1 week. Ik ben 1 week school en dan weer 5 weken werk en dan weer 1 week school. Ochtends ontbijten we hier in het hotel en dan 's middags ontbijten we en 's avonds krijgen we afpunten. En dan tot 9 uur school en daarna zijn we vrij. Dat een boekje leren is leuk, maar in ons vak moet je het gewoon doen en veel uit de praktijk doen. De koude techniek is een heel onbekend vak. En via mijn buurman, die zat in de koude techniek en ik was toen werkloos, kwam uit de binnenvaart. En die zei van wil je bij ons werken? En zodoende ben ik de koude techniek ingerold. Bijna iedereen van app, dan kun je met elkaar een groep aanmaken. De lessen zijn ook niet altijd even goed. Dan je met elkaar was appen. Gewoon dus dan zit je druk met Twitter, Ping. Zijn we met al je medestudenten. Twitter, Pingen, wat zeggen we? Internet, Twitter. En gewoon even rustig op gang komen. Even het creatieve brein laten werken. Oké. Op pad. Je krijgt hier ook een soort van een beetje levenservaring of zo. Je ontmoet heel veel mensen. Je bent constant bezig met... je leert onder druk werken. Maar doordat je zoveel gesprekken hebt met mensen die eigenlijk niks met journalistiek te maken hebben. Want ja, als je iemand interviewt over een bepaald onderwerp. Dat is met 9 van de 10 keer is het gewoon een bijzonder verhaal. Maar daar leer je ook weer ontzettend veel van. Het is wel lekker om thuis te wonen. Geen zorgen voor het eten en de was doen, dat laat ik allemaal over aan mijn moeder en vader. Nou, het begint eigenlijk gewoon thuis in Hilversum, waar ik woon. Dus meestal gaat mijn wekker 7:15. En dan ga ik altijd op de fiets eerst naar het station. Nou, op Utrecht Centraal ga ik door naar Ede. Ja, de eerste les begint dan ongeveer meestal 8:45. Ik zit wel vaak tot heel laat op school. En vooral als je bepaalde deadlines hebt en je moet monteren, dan kan je wel tot 9:30, 9:15 op school zitten. Ja, en natuurlijk heb je wel eens dat je denkt, wat een stomme school en een stom Eden en ik wil grachten en leuke oude pandjes. Maar ja, weet je, dat is ook niet alles. Want het voordeel van Eden vind ik heel erg. Ga ik gisteravond boodschappen doen bij de Jumbo en dan kom je echt... achter veel mensen tegen om 6 uur die dan ook boodschappen gaan doen. En dat is zo leuk, want dan ontmoet je zoveel mensen in die supermarkt die je dan kent. Hé, wat ga jij eten? Weet je, dat is net even dat... En dat heb je in een grote stad gewoon niet zoveel. Ja, we zijn hier op het dakterras van het CAE. En als het zonnetje schijnt zoals vandaag, dan vind ik het wel heel erg lekker om... Om hier te zijn. We zijn hier in de montageruimte van journalistiek. En we hebben hier allemaal edit sets staan. En dit is de place to be waar alles gebeurt. Alles gebeurt. We zijn nu in het atrium op de Christelijke Hogeschool. En dat is eigenlijk een soort van middelpunt van de hele CAE. Want in deze school is heel veel techjes. Maar dit is zeg maar de soort van de centrale ruimte waar alles in gebeurt. Waar je iedereen kan ontmoeten. Waar iedereen lekker koffie zit te drinken. Thank you.
mijn tag is gewoon echt mijn naam, maar dan ja, iets anders. Ik teken meestal Crafty. Waar ik mee verder wil gaan is gewoon koken. Gewoon het richten van koken. Nu zou ik later een eigen bedrijf willen in de horeca. Ja, zo'n theehuis of zo, dat denk ik me echt zo schattig. Als je bijvoorbeeld bij bloemen je potje en je ding vergeet, potje en je bloemen, moet je binnen een uur 6 kantjes geven. Zo. Ja, maar dan vergeet je het ook nooit meer. Ja, dan moet je toestemming van je ouders hebben. En als je dan gaat roken, moet je deze om je nek doen en dan kunnen de leraren zien dat je toestemming hebt. Als praktijkvak vind ik bloemschikken en voelt wel leuk. Vorige keer hadden we waterpest, dus een blaadje hadden we op een microscoop gelegd en dan 400 keer nog wat vergroot en dan moest je dat gaan natekenen. Ik had hier eigenlijk echt meteen van wow, leuk, niet helemaal niet mega groot of zo. Ik ga na deze school ga ik naar Barneveld, Groeners Barneveld, en dan ga ik daar de paardhouderij doen. Want ik wil graag later lesgeven, zeg maar, aan kinderen of eigen paard of weet ik veel wat, zoiets. En ja, dat wil ik eigenlijk heel erg graag doen. Ik vind zoveel ook leuk en ik kan het ook wel, dus daarom vind ik het ook zo moeilijk. Ik vond het ook echt heel erg moeilijk om te kiezen, want ja, ik vind het gewoon tekenen en schilderen heel erg leuk. Ja, misschien ben ik later wel en zit ik op een paard en dan ben ik aan het schilderen en ik zing.